being there by yourself. No two cheetahs. Also headsets are for us. You know. Je smelt al die lopers on the left starten en stoppen ze. Ja, dat is toch niet erg. Nee, wel. En dan denk ik, nou, doe maar niet. Zo aan mijn oor krabben. Hij gaat op een gegeven moment sprinten, laat maar. Rustig. Eerste situatie rustig inschatten. Even smellen. Ik heb geen haast. Komt dus een kutauto over die kant aan, moet je kijken. Ja. Daarom gaat hij zitten. Baan, okay. Dus koffer die channel. De auto is uit zijn baan. Ja, maar die zat precies in de baan. Dus, Dus hij gaat weer verder op jacht. Dan gaan wij gewoon achter hem aan. Hij heeft het gemunt op die beesten. Daar in de verte. Daar in de verte. Dat is het doel. En dat is dus dat is nog heel ver weg. Die beestjes hebben nog niks door. Nou, wie of wie is het slachtoffer? En die komt deze kant. Onze grote vriend. Die is ondertussen al. Waar is die? Daar. Nee. Dus nog zo'n 400 meter verwijderd. Beetje een hap stof. Je hebt wel al een stukje moeten sluipen voordat hij gaat sprinten. Ja, dan kan je een beetje hij gaat tegen de wind in, hè? Ja, natuurlijk. Als je inzoomt, kan je zien dat zo'n antilope straks erop gebreken. Nee, niet daar. Maar die gaan toch eerst een rondje over de savanne. Ja. Dus. Die komen dan wel weer terug. Misschien legt hij hem al bij de auto, drijft hij hem klem tussen zijn auto's. Posten die zit daar voor. Al die lopers zijn wat in de smiezen. Ja. Je ziet ze wat gespannen kijken. Onze grote vriend is al in het hoge gras verdwenen. Nee. Ja, dat is nou! Kijk eens! What the fuck? Oh. Dood tegen die auto. Oh. Man. Oh. Oh. Ja, kijk, heb je hem? Oh, wat erg. Ze is heel raam te barsten, hoor. Ja. Oh. Zo. Impalas, ruffelt nog steeds voor zijn lijf. Hey. Hè? Doe die sprint. Ja, dat heb ik erop gestuurd. Ik ben voor die groene, hè? Ja, ik ben in de cheetah. Hier zo, hier weg. Oh, ik zie jou net. Kijk, daar is de leeuw, die heeft de cheetah weg. Daar ginds, ja. Daar ginds en links is er nog een leeuw. Maar. Ja.